relevante informatie nader te analyseren en te onderzoeken. En op deze van de waarheid en het strafrechtelijk vervolgen van de verantwoordelijke. Vandaag kan ik u dus vertellen dat het onderzoek zo ver is gevorderd dat die vervolging er daadwerkelijk komt. Het gaat om 4 personen die we als verdachten verantwoordelijk houden voor het binnenbrengen van het dodelijke wapen, een Buck Taylor in Oost-Oekraïne. Vandaag sturen wij internationale aanhoudingsbevelen uit voor de 4 verdachten die wij gaan vervolgen. Ook plaatsen we hen op de nationale en internationale opsporingslijsten. En om die reden maken we de volledige namen bekend en tonen we hun foto's. De 4 personen waarom het gaat. Als eerste, Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov en Leonid Garchenko.